Ik ga je even laten zien hoe je een lijst aanmaakt op WRTS. Je gaat hier naar lijst aanmaken. Voor nu maken we een simpele woordenlijst. Voer hier de titel in. Zal ik Dan hier de taal. Je kunt hier suggesties voor vertalingen inschakelen of uitschakelen. Voor nu schakelen we het even uit. Je kunt ook de tabtoets gebruiken om naar het volgende blokje te gaan. Zoals dit. Zo kun je sneller schakelen en sneller je woordenlijst invoeren. Ben je klaar met het invoeren van je woordenlijst? Scroll dan naar beneden en druk op Lijst opslaan. Je ziet dan direct je lijst en de overhoormethodes. Je kunt bij opties je lijst delen met anderen, de lijst bewerken en deze lijst verwijderen. Je vindt deze lijst ook onder Lijsten. Mijn lijsten. En kun je ook hier zoeken naar je lijst.